Hey allemaal, het leek me leuk om een keertje een, jeetje mina jongens, wat is het moeilijk ook om te praten. Het leek me leuk om een keertje een soort van mijn daily make-up routine te doen met jullie. Omdat ik totaal nog steeds geen beauty guru ben ofzo. Maar ik ben wel een beetje mijn eigen, ik heb wel even echt nu een routine. Dat had ik eerst niet echt voor mijn gevoel. Nu wel. Dus het leek me leuk om gewoon een beetje tegen jullie aan te lullen. Een beetje te laten zien wat ik doe. En hopelijk vinden jullie dat interessant. Het is ook lekker makkelijk en toegankelijk. Want ik ben niet goed per se in make-up. Dus je kan dit makkelijk oppakken. Meestal, sowieso eigenlijk waar ik mee begin. En dat doe ik eigenlijk dan al de avond ervoor. Is Vaseline. Die doe ik sowieso altijd op mijn lippen. Maar die doe ik ook vaak op mijn wimpers en op mijn... wenkbrauwen. Dit borsteltje gerecycled van mijn goodie box. Dat was een Rituals borsteltje. En dat is een beetje vies, dus moet ik schoonmaken. Maar een Rituals borsteltje wat eigenlijk voor mascara was. Die mascara is opgegaan en daar heb ik nu dus mijn Vaseline borsteltje van gemaakt. Waardoor ik dan zeg maar mijn wimpers gewoon borstel alsof ik mascara opdoe voor het slapen gaan. En dit doe ik hem ook af en toe door mijn wenkbrauwen heen. Door mijn wenkbrauwen doe ik hem vaak ook als ik hem zeg maar gewoon overdag in model wil brengen. Maar vaak als ik dan dus die Vaseline in de avond doe, dan heb ik in de ochtend hele mooie wimpers en dan een hele fijne basis. Dat vooral voor mijn mascara. Dus dat is eigenlijk waar ik soort van dan echt mee begin. Verder heb ik deze van Catrice op dit moment. Dat is, ik had eerst een andere, maar die was toen op. Dus dit is eigenlijk gewoon voor mijn wallen en oneven plekjes. Maar verder gebruik ik eigenlijk geen foundation of zo. Dat doe ik eigenlijk niet. Als ik hierheen kijk, dan kijk ik naar de spiegel, want anders dan zie ik niks. Eerlijk gezegd, er zal vast wel een betere, iets beters zijn dan dit. If you know, let me know. Want ik heb hier geen verstand van, nogmaals. En deze is eigenlijk een beetje, ja, niet chill. Maar ja, we moeten het met iets doen. En gezien ik het toch alleen voor onder mijn ogen gebruik meestal, ja, vind ik het ook allemaal wel prima. Ik heb echt de laatste paar dagen gewoon helemaal geen make-up opgedaan. Ik heb niks gefilmd. Niet per se spiegels vermeden. Maar ook niet echt heel erg bewust de spiegel ingekeken op een of andere manier. Soms heb ik echt dagen dat ik gewoon in de spiegel kijk en dan tevreden ben met wat ik zie en heel blij ben. En vaker naar mezelf kijk. Ja, dat klinkt heel erg naar. Maar hè, laten we gewoon zeggen hoe het is. Dus dat heb ik wel eens. Maar nu merk ik gewoon de laatste paar dagen. Ik wilde eigenlijk eerst filmen, maar er waren wat dingen gebeurd waardoor ik echt zat van... Oh nee, I don't want to be confronted with my face. Oké, dus dan heb ik dit gedaan. Ik heb nu wel een vlek. Ja, kijk... Dit helpt ook niet echt bij echt puistjes, heb ik het idee. Ik weet ook nooit zo goed wat nou... Vaak als ik zoiets gebruik waarvan ik echt denk, nou, hè, gone be puistjes. Dan alsnog... Nou ja, hè. Dan voor de rest heb ik als soort van highlighter... ja, het is niet echt een highlighter, maar het is mijn... Ik gebruik hem als highlighter. Heb ik deze. Dit is van de L'Oreal... BB cream set. Je had hier ook zeg maar een foundation bij. Die een soort BB cream die dan mee matcht slash verandert met je huidskleur. En dit waren dan de natural glows die erbij zaten. Het waren nog twee andere. En ik heb nu nog de light glow en de medium glow. Eerst de medium glow heel vaak gebruikt. Toen ben ik overgegaan naar de light glow. Dit is gewoon zeg maar een soort creamy substantie. En die... Doe ik gewoon zo. Wam, bam. En het ding van deze is dat het dus een soort van natural zomerglow moet geven. En die doe ik dan op mijn wangen. Ja, hè, al die de goede benamingen, dat weet ik ook allemaal niet hoor. Moet je maar naar Jessie Maya gaan. En dan gewoon op alle plekjes waar iedereen het doet. Eigenlijk. Ik zit even te twijfelen. Want ik heb zeg maar een soort van twee eye looks. Die ik soort van de laatste tijd een beetje uitprobeer. De ene is eigenlijk gewoon de wing. Gewoon black wing. Maar mijn eyeliner is bijna op. Ik weet even niet meer welke het was. Maar ik had deze. Met zo'n... Het ding is echt...
krijg hem niet meer open, ik krijg hem niet meer dicht. Zo'n steeltje. Alleen ik vind hem eigenlijk helemaal niet fijn werken. Als ik hem op mijn ogen doe en ik doe eerst eyeliner, dan mascara en ik doe mijn mascara op, dan pakt hij gewoon de hele wing mee. En dat is natuurlijk super kut, want dan heb je eindelijk een mooie wing en dan wordt het als soort gel laagje weggetrokken. Dus als jullie ook nog een goede eyeliner hebben als aanrader, let me know. Maar dan heb ik in ieder geval deze basis. Dan heb ik laatst van Rimmel een blush gekregen. En ik had ook nog een tijdje eentje van een Goodie Box was deze volgens mij. Blossom Blush Highlighter. Ik gebruik niet heel vaak highlighter, maar soms wel. Dan een beetje. Okay, fun. Dus dat is eigenlijk mijn gezicht. En voor de rest, als ik mijn haar doe, ik heb het nu net gewassen, dus ik ga het er nu niet in doen. Maar ik heb een dry shampoo van Style Dry gekregen. Dit is allemaal niet gesponsord trouwens. Dit is gewoon de dingen die ik nu gebruik, maar ik heb dit ook gekregen. En het is een soort van compact powder met poeder en daarbij een borsteltje. Waarmee je dus die poeder in je haar zo kan borstelen. En dat is super chill. Dus als ik vettig haar heb, dan gebruik ik deze. En ik wil verder gaan met mijn wenkbrauwen of eyeliner. Maar wat ik dus zei, ik doe of eyeliner en dan gewoon een normal wing. Maar ik wilde laatst eigenlijk ook uitproberen hoe je een soort van een casual film wing kan maken. Want heel vaak als je films kijkt, dan hebben actrices zo, zeg maar, alsof ze geen make-up op hebben. Maar je ziet wel bij hun ogen dat er een soort van diepte in zit. Dus ben ik laatst een beetje gaan proberen om dat ook dat effect een beetje te creëren. Dus een soort van fade wing. Dus dan heb je wel een wing, maar het is niet zo heel erg hard gelijnd. Alleen ik ben nog niet echt pro daarin. Want ik vind hem best wel moeilijk om hem goed te krijgen. Dus ik twijfel of ik dat wil proberen. Want dat lukt niet altijd. Dan heb ik gewoon de donkerste van het palet. Het is niet echt zwart, maar het is wel gewoon donker genoeg. Het hoeft ook niet per se zwart te zijn. Dat is precies wat ik bedoel. Het gaat altijd meteen fout. Wat ik ook wel laatst heb gedaan is dan dit gedaan en daar dan nog overheen een eyeliner. De eyeliner dat een beetje toch nog iets scherpt, zeg maar. Trouwens, dit pak heb ik van Guts & Gusto gekregen. Ik ben er echt erg blij mee. Dit is echt precies waar ik van hou. Het is alleen een beetje hoog water. Maar ja, mijn benen zijn gewoon te lang voor het leven. Dit is een soort van iets meer diepte. Ik weet niet of je het heel erg, of het er echt anders uitziet op camera. Maar ik probeer ook een soort van de wing te krijgen. Maar dat is wat. Ik vind het gewoon moeilijk, het leven. Zeg maar, als ik hem dan een soort van over mijn oog dan met dat zachte heb. Ik zie het nu ook gewoon niet zo goed of je het ziet. Maar in ieder geval. Ik ben benieuwd of ik dit ga meemaken dat dan zo meteen de eyeliner er weer afvliegt. Qua oog sowieso. Ik krijg het eigenlijk nooit voor elkaar om altijd precies hetzelfde te doen. Dus het is eigenlijk altijd wel een beetje anders. Oké. Nu hebben we die. Dan heb ik ook nog deze. Die ik eigenlijk super naar vind. Want het is altijd gewoon auw. Want ik doe mezelf altijd pijn. Op een of andere manier. Nu heb ik van Rimmel de Ultimate Boost Volume Primer. En dit is de base. En dan de Scandalous Scandal Eyes Volume on Demand. En die doe je er dan overheen. Dus dit is de basis. En als ik die opdoe, dan wordt het wit. En dat is super weird. Maar het werkt echt vet goed. Ik weet ook niet of je dat ziet op camera. Maar het wordt echt van alsof je Ice Queen lashes hebt. Want het, ik zelf zie het wel heel goed. En het ziet er echt raar uit. Maar oh, precies op mijn puist. Fijn. Godverdorie. Als jullie allemaal tot zover zijn gekomen. Ik ben ook bezig met video's die ik wil maken over wat serieuzere onderwerpen. Zoals angsten, zelfacceptatie, noem maar op. Dus als jullie daar een bepaald onderwerp hebben waar je
zouden willen dat ik een video over maak, laat me dat ook even weten in de comments. Je mag me natuurlijk van alles laten weten in de comments. Maar dan zou dat voor mij ook leuk zijn om te weten. Oh ja, en als ik dus mijn mascara, dan doe ik altijd zo op de randje. Ik denk dat iedereen dat doet, want anders dan... En zelfs als, al doe ik dit 15 keer, dan alsnog is de borstel veel te veel. Veel te veel mascara. En... Zo raar, want ik doe dat altijd met make-up. Ja, natuurlijk doe ik dat met make-up. Maar ik bedoel, met muziek en nu niet. Dat bedoel ik nou. Dan wordt het zo klontig. Why you do this to me, man? Okay, we got them lashes. Dit doe ik niet altijd. En ik ben er nog niet helemaal over uit. Want ik vind het vrij heftig. Maar omdat ik dus ook een Wonderful Brow van Rimmel had gekregen. En dat is een... borsteltje om je wenkbrauwen mee te borstelen, maar wel met een kleur. En ik heb natuurlijk al best wel redelijke wenkbrauwen. En meestal doe ik het dus met vaseline, maar ik heb hem ook af en toe met wel deze kleur gedaan. Ik ben er nog niet over uit of ik het mooi vind of te heftig, want het is wel echt best wel heftig bij mij. Maar als je bijvoorbeeld natuurlijk lichte haar hebt of donker haar met wat minder opvallende wenkbrauwen, dan is dit wel fijn. Ik teken verder niks bij. Ik heb daar geen verstand van. Ik weet het allemaal niet. Dus dit er doorheen of die vaseline er doorheen is ook het enige wat ik doe. Maar je kan het al volgens mij wel zien met zonder. Ik vind het op een of andere manier best wel heftig. Het belangrijkste vind ik aan mijn wenkbrauw is dat het gewoon een beetje normaal zit. Want echt, mijn wenkbrauwen gaan gewoon alle kanten op. En dat is irritant. Oké. Wenkbrauwen gehad. Ogen gehad. Het enige wat ik dan doe is deze lippenstift. Dit is op dit moment echt mijn go-to van mijn L'Oreal set. De kleur die ik gebruik is Eye Explore. En dat is 116. En ik gebruik hem of op twee soorten manieren. Dus of dat ik hem soort van dep op mijn lippen. Zodat ik een beetje kleur heb, zeg maar. Dus dan is er iets kleur op mijn lippen, maar niet heftig. Of ik doe hem gewoon op mijn lippen. En dan is het ook wel wat een stuk heftiger. En dan we're done. Dit is denk ik, ja, dit is het. Oh ja, en als laatste heb ik nog deze van, ook van die glow set. Dit is Shake and Glow van L'Oreal. Zodat het volgens mij je make-up moet laten zitten zoals het moet zitten. Geen idee, ik spuit het maar gewoon op, want iedereen doet het. Maar dat was hem. Dit is een beetje mijn day-to-day look. Ik weet niet of het echt natural is of niet, maar... Ja, dus dat. ik weet het ook niet verder. Dit is de look. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je er wat aan hadden. Dat je het gezellig vond. Ik weet het ook allemaal eigenlijk niet. Ik vond het gewoon echt leuk. En ik had toch niks bezig te doen. Want ja, iedereen in quarantaine. Nou, ik hoop dat jullie een leuke dag hebben. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Even te abonneren als je dat nog niet bent. Ik ben een beetje druk bezig met plannen uitwerken. Video concept aan het uitschrijven. Dus het ligt een beetje stil. Maar er komt wel veel aan als ik dit gewoon goed uitwerk. Belangrijk. Dus ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Maar ja, dat hou ik nog eventjes low-key. Dus dat zien jullie vanzelf voorbij komen. Ik zie jullie hopelijk snel weer. En fijne dag. Doei!